grew up in a town that is famous as a place of a movie scenes. Even if it ain't all it seems, I've got a pocket full of things. Baby, I'm from New York. Concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. For the big city, street lights, big dreams are looking pretty. No place in the world can be compared. Put your lighters in the air, everybody singing, yeah, yeah. Come on, yeah, yeah. Verdeeld en we zeggen alles. We zeggen alles. Heb jij hem geluisterd? Black and Gold, wel een paar keer. Ja, ik heb hem een paar keer net. Wilseling is top, dus ja. We hebben net 3 uur niks gedaan. Dus. Ah, mama, mama. He was doing right. Ik ben er heel erg mezelf in als ik mijn muziek aan het maken ben. Of als ik muziek aan het luisteren ben, dan denk ik, ah. Muziek maken, muziek luisteren, muziek melden. Als het maar met muziek te maken heeft. Ik stuiter wanneer ik happy ben. Wanneer ik verliefd ben. En wanneer ik op het podium sta. Ik stuiter eigenlijk iedere dag. Het kan heel druk zijn. Lekker om te doen. Ah. Mijn ultieme droom is natuurlijk dat ik muziek kan maken en dat iedereen ervan geniet en maar cd'tjes blijft kopen en concerten en allemaal groot en groot. Maar je moet altijd klein beginnen. Zowel Sherry Ann als Bart staan aanstaande vrijdag in de Amsterdamse Gashouder. En voor allebei geldt dat ze het optreden van hun leven moeten geven. De battle. Ja, dat wordt een hele uitdaging. Ik weet god niet wat hieruit gaat komen. Wie gaat er door en wie niet? Het is op dat moment wat jij doet, wat beslist. Het is gewoon een wedstrijd. Iedereen is aan het jagen. En zo hoort dat. Ja, wie het beste zingt of wie het beste naar voren komt, die wint de battle. En ik kan het, ik doe het en ik ga ervoor. Er komt een stroom van aanvragen binnen voor interviews. Vandaag gaat een stel kandidaten langs bij RTL Boulevard. Hallo. We gaan zo meteen de studio in. Ik ga je eerst even meenemen voor de make-up. Ik heb het al vaak gezien, maar ik had nooit kunnen verwachten dat ik uiteindelijk ook wel daar zou staan. Kom maar. Waar sta je hier? Nou, dan krijg je even een gesprekje, blijf je gewoon staan. Dan praten ze een bandje Sherlan. En zo ziet een stoomcursus televisiemaker er nou uit. Waar is mijn kruisje op de vloer? Wie staat naast wie? Welke vragen gaan ze stellen? En hoe heten al die mensen? Ja, jij loopt gewoon door. Wie ben je? Van drie loopje. Jij komt tussen Albert. Kijk, als je Humberto en Albert neemt, krijg je Alberto. Want echt tegen de desk aan. Alberto. Kijk, ik ben Alberto. Alberto en Umberto. En volgens. Hij is Humbert. Humbert. Kijk, zie je? Ja, dit is beter. Leuker. Yes. Beter. 3, 2, 1.
vanavond is dan weer de laatste auditieronde van The Voice of Holland. Hey. Kijk, top dat je er bent. Hey, jij bent echt wel een bekende Nederlander geworden, Ben. Ja, dat zeggen ze. Ja, wat merk jij op straat nou van het succes van dit programma? Je loopt op straat en is het... Ja, echt waar? Ja, op de foto, handtekeningen uitdelen, echt heel veel gekkigheid. Ja. Jij bent een beetje de Benjamin, toch? Hoe oud ben jij? Ik ben 18 jaar. 18 jaar. Angela zei tegen je van je moet nog een beetje oefenen, maar ik... Mijn stem, wat hij had gezien, mijn stembanden, dat ik geopereerd moest worden en ander zegt dat ik er nog mee kan doorknallen. Hij maakte zeg maar de vergelijking van een oude gitaar en een nieuwe gitaar. Dus mijn stembanden nu en mijn stembanden geopereerd. En hij zei, of je neemt een nieuwe gitaar of je blijft op je oude spelen. Maar wie neemt er nou geen nieuwe gitaar aan in plaats van op die oude blijven spelen? Ik blijf liever op mijn oude gitaar spelen, want dat is mijn instrument en daar kan ik het beste mee werken. Ik ga er geen nieuwe nemen. No worries. Ik ben zeker niet bang dat mijn oude gitaar breekt. Ik ga knallen en het klinkt allemaal nog hartstikke goed, toch? Dus maak er niet zo'n heisa van, guys. Ze zingt Just Like a Pill. Hier is Sherri-Ann! I'm lying here on the floor where you left me. I think I took too much. I'm crying here. What have you done? I thought it would be fun. I can't stay on your life support. That's as short as in a switch. I think I get out of here when I can run. Just as fast as I can to the middle of nowhere, to the middle of my front split fears. And I swear you were just like a pill. Instead of making me better, you keep on making me ill. You keep on making me ill. I have moved from the spot where you left me. This must be a bad trip. Falls in love with you. Oh,
she's a cold nigga. Well, just that she's a no nigga. Ooh, if I got news for you, yeah, run on and tell your little boyfriend. See you. Ik heb vandaag meegenomen mijn broer en mijn twee bandleden Laura en Ryan. Ik heb ze leren kennen op de Popacademie in Rotterdam. Zo, voor ze volgen betekent alles voor Sharon. Dat is echt, ja. Van, het zingen is echt een ding. Zij heeft heel veel pijn. En ja, ik bedoel, ze doet het hartstikke goed. Ja, en mensen zien dat, komen dan ook kijken bij ons van ja, dat is Sharon die daar dan zingt. Welke spullen het meest dierbaar zijn voor mij? Dat is mijn gitaar. Want die was van mijn opa, die is overleden. Verder eigenlijk niet zo heel veel. Echt niet zo gauw waarde aan dingen. Voor iemand die niet zo hecht aan dingen, heeft ze echter wel verdacht veel materiële zaken. Waar ik nu heen ga is niet groter dan dit. Maar ik wil de kosten wat kost gewoon naar Den Haag toe. Muscle man. Ik laat hier weer een ander deel van mijn leven achter. Doeg, huisje. I made up my mind about what I wanna do with my life. And if you don't mind, I'd like to ask you to step aside. 'Cause I'm living a thin edge life with a lot of troubles, a lot of rolls around, yeah. Ooh, hey, bow. So this is bereid me gewoon voor, in mijn hoofd vooral altijd, psychisch. Als je het rustig in je hoofd hebt, dan kan je alles. Als je dat niet hebt, dan ben je heel chaotisch. En ik ben al best wel chaotisch. Dan gaat het niet werken. I can't stay on your life support. There's a sword is in a switch. Dat is een tip van Treintje die ik heb gehad, Treintje Oosterhuis. Zorg ervoor dat je je teksten kent, heb je een bagage minder. Hoe beter je het kan overbrengen naar mensen. En ja, het is wel een hele goede tip van haar. En dat heb ik wel meegenomen.